Gemiddeld zo'n 18 punten. Hele knappe bal van Manning. Die eigenlijk in het hoekje al. Dat soort wedstrijden willen ze dan winnen. Ja, en dan wordt het met dit soort cijfers gewonnen. Hele knappe bal hoor. Van, ik dacht dat het Bert Weet weer was. Ja, en dit is weer over een screentje. Komt rechts vrij. En dit heeft hij de eerste 2-3 minuten ook al gedaan, Minning. Vanaf nu vrij worpen voor de Hammers. Zij hebben zelf 2 teamfouten. Oh, een kleine push ook, maar een knappe bal van Mr. Sutherland. Zoeken naar Anderson. Die weet dan uiteindelijk Golden goed te vinden. En die buffelt zich naar de basket. Prima actie van Drew Golden. Ja, het is goed verdedigd van de Hammers hoor. Die wil anders aan het tweede kwart beginnen dan dat ze de eerste kwart eindigen. Ben met het flotertje en daar de score. Golden die wel een heel toepasselijk shirtje aan heeft ook voor hemzelf. De Golden shirt. Ja. Ja, oh, wat slim gedaan zeg. En wat stom van de Hammers. De laatste bal is verswollen. Als ze het slim uitspelen. Dit wordt een spannende wedstrijd. Nog 10 seconden. Goeie paas! Wat een heerlijke bal! Ja, 9 extra scoringskansen. En maar 5 turnovers ten opzichte van 8 voor Zwolle. Wat dus ook nog een keer 3 minder scoringskansen voor Zwolle zijn. Ja, ik weet niet. Niet wel een lekker schot. Precies zijn schot ook, maar niet raak. Ja, dit is wel heel erg hoop huis. Kai Edwards, die, waarvan ik zei dat hij zichzelf wel moet zien te herpakken. Die had eerst zelf ook nog even 8 rebounds. Daar hebben we het net niet over gehad. Lekker. En die staat gewoon goed te spelen hoor. Hier ja, ook. Mooie paas dit zeg. Ja. Ja, dat is Koen sterk hoor. Ja. Oh. En 3 punten van Boyd van de Buurs de Vries. En dan zie je ook nog. Zwolle op 12 punten. Louis Therese en Colson gelukkig weer. Het is wel echt zijn sterke ouders erin gezet. En Minnig. Ja, dit is open huis. Ja, ik denk dat dat wel een beetje het verhaal is van Weert hoor. Die speelt hartstikke leuk basketbal, maar weet gewoon. Dank u wel. Oh, wat een springveer. Ik denk dat het afstandsschot van Weert in de das wat heeft opgedaan. Dat is gewoon niet goed genoeg. Nee. Pen gaat nog een keer naar de basket en krijgt de vrije bal. Die wil die 20 punten pakken. Die wil topscorer worden van de wedstrijd. Ja. Ik heb er niet zoveel zin in eigenlijk, maar... geitje. Dat snap ik. Ja. Maar het was wel weer een leuke pot. Ja. De Hammers winnen dik en dik verdiend. Het krachtsverschil was in de tweede helft simpelweg te groot.